Er komen fiscale maatregelen om de financiële huishouding op rails te krijgen. Dat zei minister Armand Achai-Bersing van Financiën gisteren op de COVID-19-update in de congreszaal. Tijdens de raadsvergadering zijn enkele fiscale maatregelen besproken en goedgekeurd. Behalve belastende maatregelen komen er verlichtende maatregelen voor de sociaal zwakkeren, onderstreept de minister. Er is een pakket aan maatregelen vastgesteld dat gefaseerd zal worden doorgevoerd. In de eerste fase zitten belastingmaatregelen, waaronder de solidariteitsheffing, zegt de minister. En zoals ik eerder aangaf, de solidariteitsheffing die we gaan inzetten, is bij de beroepsgeschouwden. Dus de mensen die in de hoogste schepen, in de hoogste belastingsschepen zitten. En dit is niet nieuw. Dit is ook al eerder uitgevoerd. En u weet dat het geholpen heeft in de financiële huishouding van de overheid. Maar ook de overheid laat solidariteit zien naar de lage inkomensklassen. Dat heb ik u geprobeerd uit te leggen. Er zijn maatregelen die verlichting gaan brengen voor de lage inkomensklassen. Dus aan beide kanten is er sprake van solidariteit. Solidariteit vanuit de brede schouder, maar solidariteit vanuit de overheid richting minder brede schouder. De minister zei verder dat er momenteel een onderzoek gaande is naar de besteding van de middelen uit het COVID-19-fonds. Er was een bedrag van 400 miljoen SRD vrijgemaakt voor de bestrijding van het virus. Nu is er nog 110 miljoen over in het fonds. De vraag over het COVID-fonds, hoe lang kunnen we door met 110 miljoen? Niet te lang. Nu moeten we ook onderzoeken of betalingen gedaan zijn die wel door het COVID-fonds gedaan hadden, of uit het COVID-fonds gedaan hadden moeten worden. En niet anders geregeld hadden moeten worden. Ik kan u zeggen, ik ben gisteren heb ik het gesprek met de Centrale Bank gehad over hun administratie van het COVID-fonds. Ik heb wat detailinformatie gehad, maar dat onderzoek moet nog opstarten. Maar met 110 miljoen hebben we niet veel recht, omdat we hebben de sociale het sociaal pakket genoemd, u heeft dat zelf ook genoemd. Dat gaan we uitvoeren. Maar u weet zelf dat uiterlijk 9 augustus de uitzonderingswet behandeld moet worden. En dan gaan we dus moeten kijken welke ruimte we creëren om verder hiermee door te gaan. Dat was dus de minister van Financiën, Armand Achai-Bersing, gisteren tijdens de COVID-19-update in de congreszaal. Hij heeft fiscale maatregelen aangekondigd en deze maatregelen moeten de financiële huishouding weer op de rails brengen.